Gefeliciteerd, jullie hebben ze op de banken gekregen hier. Ja, nee, zeker. Echt zelf was niet zo goed. Maar ik kreeg kans op de laatste seconde minuten van de eerste helft op de lat van Guus. En ja, en we komen meer met een goede mentaliteit tot op de tweede helft. En ik denk, ja, het resultaat is verdiend. Ik denk vandaag en misschien nog een beetje meer op het einde. We proberen alles te doen. Met de wisselspeler ook, ze hadden goede in geval beurt gemaakt. Wat een heerlijk voetbalgevecht werd het. Sorry? Wat een heerlijk voetbalgevecht werd het. Ja, maar ik denk vandaag het was heel belangrijk om het te pakken. Dat nu om te naar 20 gaan en we kregen Vitesse nog thuis. En het is een moeilijke serie voor ons. Maar als we spelen zoals de tweede helft we hadden gespeeld, en ik denk we kunnen punten pakken. Ja, maar ik zag een heel ander Roda in de tweede helft. Ja, zeker. Het was totaal anders. Omdat ja, de tweede helft we proberen meer. Pakken ook meer risico naar achter. En je ziet ook dat PSV probeert de counter te spelen. Maar we bleven goede compact. En weer een hele belangrijke voor jou? Ja, zeker. Omdat ja, met de actie ook is mooi dat we de punten vandaag tegen een grote ploeg. Ja, en vandaag was natuurlijk de actie bij jullie op het shirt, de actie voor Syrië. Wat doet dat met jou? Ja, het is heel belangrijk omdat ik had familie daar en ik heb vrienden. Ik ben geweest met de nationale ploeg deze week. En ja, het is altijd moeilijk voor de mensen daar. Dankjewel. Ja, alsjeblieft.